Drie maanden na de gemeenteraadsverkiezingen zijn ze eruit. De coalitie van VVD, LAS, CDA en D66 heeft het plan op hoofdlijnen gepresenteerd. Kijk, we doen het voor Almelo. Hè. We doen het voor de inwoners van Almelo. Dat is ons uitgangspunt. Daarvoor zijn we ook de politiek in gegaan. En als je dat voor ogen houdt, continu voor ogen houdt, kom je er heel snel uit. Nou, dit coalitieakkoord is op hoofdlijnen. Dat was het vorige akkoord niet. Als je naar het nieuwe coalitieakkoord kijkt, dan ziet u ook dat hij de helft dunner is als het vorige coalitieakkoord. Dat betekent dus dat alles wat in dit coalitieakkoord staat nog uitgewerkt moet worden. Daarmee gaan wij naar de raad. Dus alle programma's moeten nog worden uitgewerkt. Die worden vervolgens behandeld in de raad. En vervolgens komen de voorstellen naar de raad, inclusief de financiën. Nee, we waren het eigenlijk wel vrij snel met elkaar eens. Nou ja, zoals je weet was er één klein verschilletje, maar dat was te verwachten. Maar voor de rest waren we het heel snel eens met elkaar. Ja. Dat klinkt een beetje saai, maar dat is het natuurlijk niet. Nee, dat is juist heel positief. Ja, want wanneer je elkaar de tent uitvecht, dan kom je nooit tot een goed akkoord. En dat is nu niet aan de orde geweest? Absoluut niet. We hebben echt plezierige avonden zelfs gehad. Dus volgens mij zit er een hele leuke coalitie aan te komen. Nou ja, de prioriteit moet liggen bij de uitvoering van dit akkoord. En het heet bouwen aan kansen voor iedereen. Dus iedereen moet mee kunnen doen. En we moeten ook zorgen dat iedereen gewoon een goede woning heeft en dat iedereen een woning kan vinden. Dus dat zijn de prioriteiten voor de komende 4 jaar. Maar we doen het voor de inwoners van Almelo, voor de prachtige stad van Almelo. Een Almelo die meetelt in de regio, in de Twentse samenwerking. Daarvoor doen we het. En ja, dat is eigenlijk mijn punt. Ik ga er niet één punt uithalen. Maandag buigt de gemeenteraad zich over de plannen. En naar verwachting worden dan de 4 wethouders geïnstalleerd. Arjen Maathuis voor de VVD, Jan-Martin van Rees voor LAS en Eugène van Mierlo voor het CDA zijn de bekende gezichten. D66 levert als enige partij een vrouwelijke wethouder in de persoon van Monique van Sane-Altena. Ik zie de toekomst heel zonnig tegemoet. En vooral met de aankomende wethouders die de stad weer gaan besturen, in combinatie met de raad, waar we als raadsleden natuurlijk ook aan zet zijn. En nogmaals benadrukken, de inwoners, want daar gaat het om.